Welkom bij deze 1 minuut tip. In deze 1 minuut nemen we je mee naar de schuiven van je macrolens. Je macrolens heeft er meestal 2. De eerste is voor beeldstabilisatie. Zet je beeldstabilisatie op aan als je de hand fotografeert. Fotografeer je vanaf een statief, zet dan je beeldstabilisatie uit. Dat zal je geheidsscherpere beelden opleveren. De tweede schuif is de schuif voor de focusbegrenzing. Hiermee kan je kiezen in welk gebied de camera de focus moet gaan zoeken. Kies voor het gebied dichtbij, voor je onderwerpen dichtbij, of een gebied vanaf het middenbereik tot oneindig voor alles wat verder weg is. Maak je hier de juiste keuze, dan zal je autofocus een heel stuk sneller zijn. Dankjewel voor het kijken.